Erik, met 5 man naar de Spelen. Nu terug naar Nederland. Hoe is je gevoel over je 5 mensen? Nou ja, het was natuurlijk voor ons was het ultiem dat we met 5 man hier aan de start stonden. En alleen ja, je hoopt dat ze hier allemaal maximale races rijden. Dus dat alles klopt op het juiste moment. Nou, dat was niet bij iedereen het geval. Ik moet zeggen dat vandaag de teampursuit waar Jorien en Diane samen stonden. Ook al was het, ging het niet meer om de ereplaatsen. Het was wel heel mooi om te zien. Het was een hele goede race. Nou, Jorien heeft een goede 5 kilometer gereden. Diane heeft het geprobeerd en is ervoor gegaan. En als ze doorrijdt op de 3 kilometer, dan kan ze in de top 5, top 6 eindigen. Nou, dat gebeurde niet. Thijsje, goede races, maar de klassering viel wat tegen. Als je het afzet tegen het World Cup seizoen, hadden we een hogere klassering verwacht bij deze races. Maar wel heel goed gereden. Nou, en Jan, een beetje pech op de 5 kilometer, maar nu wel een bronzen medaille gepakt vandaag. En die is wel mooi in de pocket. Ja, geen tegenvallende races in ieder geval, geen tegenvallers. Al die mensen, behalve Jorien dan, die hebben ook een goed voorseizoen. Dus eigenlijk doet het helemaal goed. Nee, zeker. Het is, iedereen heeft gewoon naar verwachting gepresteerd. Alleen je hoopt hier nog net even wat extra's te kunnen. En voor ons geldt dat buiten de teampursuit om gold dat we niet voor de medailles mee zouden strijden. Alleen je hoopt dan toch op een op iets betere maximale races. En dat is eigenlijk net, ze zijn niet boven zichzelf uitgestegen. Nee. Toch knap gedaan voor een ploeg als WBZ. Zeker. Ja, ik denk dat we hartstikke trots zijn en we sluiten nu toch met een bronzen medaille af. En ik vergat net natuurlijk Bob, maar die heeft ook op karakter nog een bronzen medaille binnengesleept. En dus 2 bronzen medailles voor VPZ.